Dit is Music Runs the World, de podcast voor muziekindustrie-insiders. Ik ben je host, JP, en hier proberen we samen de geheimen van de business te kraken. One conversation at a time. Van management tot live event, van publishing tot marketing. Welkom bij Music Runs the World. Branding is een must. Als je nog niet overtuigd bent van deze uitspraak, dan zal deze aflevering met Jeroen Lallemand je daar misschien anders over te denken. Een merk registreren vandaag is belangrijker dan ooit. Ook als artiest. Jeroen is Senior Business Development Manager bij Kneif Trademark Attorneys. Hij is geen advocaat, maar is wel een expert in trademarks. Wat je kan doen met een merk en waarom jij ook best jouw merk laat registreren, hoor je nu. Goedemorgen, Jeroen. Goedemorgen. Bedankt om. Uh... Op de podcast te komen. Graag gedaan. En welkom ja. in de studio. Nice. Um, voordat we in je carrière en trademarks en zo duiken, ja. uh, omdat ja, je komt niet uit je traditionele parcours. Um, dat klopt, ja. Maar voor de mensen die jou niet kennen, wat is het ene ding dat, dat je zeker wilt dat mensen weten over jou? Dat mag over van alles gaan. <laughs> ze zeker weten over mij. Ja. The uh... one thing. Ik ben linkshandig. <laughs> ja. Hoppakee. Nee, en ik denk, uh, en dat kan mensen wel beamen, als ik echt mij in iets duik, dat dat met mij veel, veel passie en energie is. Mm -hmm. Dus uh, zeker drive, zal ik noemen. Ja. Drive. Maar als het mij niet interesseert, dan heb je hem ook wel tegenovergestelde: <laughs> dan is het ook heel weinig drive. En uh, hoe ouder dat je wordt, uh, hoe meer dat je daar een heel. Uh, dat is exacte selectie gemaakt. Ja, dat is inderdaad waar. Maar dan, ik denk dat ik liever uh, inderdaad ook iemand in mijn team zou hebben dat ik weet van die heeft drive, ik ja. moet hem gewoon in de juiste richting sturen. En dan, uh, Klopt. Ja. Okay. Zeker. Veel moeilijker om iemand te, uh, aan te sturen die nog moet gemotiveerd ja, worden, dan iemand die uh, okay. zegt van we gaan een paar tandjes naar beneden gaan. Dus uh, ik snap het. Ja. All right, super. Um, Zoals ik zei, je hebt niet, of je hebt niet het traditionele profiel nee, dat zijn, van iemand in de muziekindustrie. Nee. Uh, zo lang ben je er ook nog niet echt in, zo'n acht jaar. Klopt. Um, ja. Hoe is die intrede eigenlijk gebeurd? Um, dus, mijn achtergrond is inderdaad sales en marketing. Dat is, bij sommigen in de industrie is dat een vies woord. <laughs> um, maar hier niet. Maar hier niet. Oké, okay, goed. Uh, dus, ik zit wel. al. Eens kijken, meer dan 26 jaar in de, in de industrie van de intellectuele eigendom. Dus dat is eigenlijk ja. de juridische ja. kant van de wereld. Um, en de laatste acht jaar werk ik bij KNijf, uh, Merkenadviseurs. Dat is eigenlijk een, een partij in Amsterdam, of dicht bij Amsterdam. Het mooie Weesp. Mm -hmm. um, die eigenlijk de merken van uh, ja, grote, grote brandowners beschermt, vastlegt, opvolgt, begeleidt. Uh. Mm -hmm. Dus klassiek zijn wij dan bezig inderdaad met uh, farmaceutische merken, B2C-merken. Uh, maar ik had ook ontdekt toen ik daar pas begon, acht jaar geleden, uh, dat ja, uh, zij ook muziek of artiesten als klant hadden. En toen is dat eigenlijk begonnen. Uh, want ik, ik was er totaal ook toen nog niet mee bezig. Hè. Nee. Uh, totdat ik plots... Uh, uh, mijn collega zei, kom, ga je mee naar uh, ADE? Ik zei, maar nee, zeg wat gaan we daar doen? Ik zeg, maar ja, we hebben dj's als klant. Ik zeg, oké. Okay. En dan is dat stilaan ja. beginnen evolueren, eigenlijk. Maar de muziek was wel... Je bent wel fan van zeker, de muziek. Zeker, absoluut. Want niet echt een deel dat, dat je daarin zo. Uh, nee, dat duiken. is zeker niet. Uh, uh, zowel, we zijn eigenlijk met drie collega's op kantoor daar vooral mee bezig. Iemand die bezig is, die vooral met de dance doet. Een ja. andere persoon, er ook in de pop. En dan ik die dan zorg dat... Uh, de deuren open gaan, het netwerk hè, en het gezicht, zal ik maar zeggen. Mm -hmm. um, en die zijn al drie, ja, zijn wel muziek gepassioneerd natuurlijk. Ik uh, ben ook opgegroeid in, uh, in Opwerchter op de Weide. Ik uh, ben geboren in Leuven, altijd daar in de buurt gewoond. Dus uh, ja, muziek is altijd wel ergens bij mij aanwezig geweest. Uh, dat mm -hmm. is sowieso. Ja. En wat rook je specifiek aan in het intellectueel eigendom of daar, daarmee te gaan werken? Met muziek dan of andere uh, brands? Het, het grappige is dat. Uh, dat was eigenlijk heel grappig genoeg, Dat bedrijf, het eerste bedrijf waar ik voor werkte, dat daar toen in bezig was, had ik een sollicitatiebrief brief gestuurd. Dat was mijn eerste sollicitatie, mijn eerste gesprek. En daar stond dan bij ja, Merkenonderzoek. Dat was het bedrijf. Dat ja. de, en ik had daar dan van alles geschreven, marketinggewijs, over eh, merkenreputatie en zo. En dat was natuurlijk, had er helemaal niks mee te maken. Dus ik had volledig verkeerd geantwoord met mijn sollicitatiebrief. En die, die gast die met hun naam zei ja, dat is wel, dat is zo goed geschreven <laughs> okay. dat we misschien toch met je een gesprek gaan aangaan. Maar ik zat daar volledig naast de point eigenlijk. Uh, uh, en, en, en daar is dat eigenlijk toen, 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 toen begonnen. Uh, uh, en, en dat bleek dan eigenlijk dat je in die industrie betrokken bent van het idee, het ontstaan van, van een idee. Tot eigenlijk het vermarkten van een idee. En dat vind ik wel heel aangenaam, omdat je niet beperkt bent tot één bepaalde industrie. Ja. Uh, Eén dag ben je bezig met uh, een B2C-merk, bijvoorbeeld Sonos. Dan ga je, ben je met een farmaceutische klant aan het praten. Okay. Dan ja. met een, een kleinere ondernemer, een middelgroot middel ondernemer. Dus er is, allee, veel diversiteit. Enorm veel diversiteit. Ja. En dat, is, ja, dat zorgt ervoor dat je, je niet snel verveelt en dat je de drive okay. blijft houden. Um, maar dat zorgt ook dat je heel veel facetten van ondernemen tegenkomt, van een kleine ondernemer, een starterbedrijf, bedrijf, tot een hele grote multinational die met heel andere budgetten werken. Ja. Um, en dat vind ik zeer, zeer aangenaam. Um, ook nou, komt ja, een soort van vieren dat je zegt van het begeleiden dat merk, of het ontstaan van een mijk van het idee totdat het op de markt komt. Mm -hmm. En dan kom je dat soms tegen op een billboard, of dan zie je dat op een reclame op ja. televisie, en dan zeg ik, ik thuis, hey, dat, dat hebben wij gedaan. Of dat hebben we meegebegeleid. Ja. Uh, dat vind ik ook wel fijn. Hè, dat je... Ja, want is... mensen staan er niet bij stil. Nee. Helemaal niet. Dat er zoveel nee. achter een merk schuilgaat gaat. Nee, nee de, de, de marketingkant is voor mensen wel bekend. Branding en dergelijke, dat is wel niet onbekend. Hè. Het logo, dat herkent iedereen, de reclames. Mm -hmm. Maar de juridische kant niet zo. Uh, dat is natuurlijk een ik kijk erom ook, als ik rondrij met een afwijking naar de wereld, <laughs> zeg ik altijd. Ik zie overal merken, ik zie soms ook inbreuken op merken. Dat ik denk van, ja, dat is raar. Hè? Ja, dus ja, ja, op vakantie ja. trek ik foto's van uh, ja, merken die duidelijk niet oorspronkelijk het merk zijn. Hè? En dan stuur ik dat door naar de.... Een shirt met Adidas op in plaats Bijvoorbeeld, van. Bijvoorbeeld, ja. of zo duidelijk de Walt Disney, maar dan een heel andere uh, weergave. Uh, dat, en, ja, dat, is, dat zit er dan nu helemaal in na 25 of 26 jaar. Ja. Dus, uh, ja, het is een zeer interessante, niche omgeving. Dus wel degelijk uh, niet echt gekend. Uh. En bij jullie, omdat ik lees dan ook vaak op sites, dat er gesproken wordt over ja, juristen. Maar jij bent geen jurist. Nee. Um, wat voor profiel moet je dan hebben? Of moet je een bepaald diploma hebben daarvoor? Of is dat meer een set of skills, soft skills, dat je moet hebben om in die business te gaan uh, dus Onze juristen zijn effectief juristen, die moeten een, een diploma ja. recht hebben. En, en, en ja, dus er uh, is wel een stuk jurisme. Ja, ja zeker. Aan te en die, uh, die, worden, die moeten dan ook uh, lid zijn van uh, uh, het Benelux-merkinstantie, uh, waarbij ze effectief hun houden aan bepaalde regels en ethische regels en dergelijke. Mm -hmm. ja, in mijn rol specifiek, omdat dat zeer en marketing is, natuurlijk niet. Hè, uh, maar omdat ik al zo lang in de business ben, ja, op een duur praat je als je wilt, zoals een jurist. Ik heb al. Uh, Soms voor buren uh, brieven geschreven. Om te zeggen: van kunnen eens een brief schrijven? <laughs> om, omdat dat ja, de juridische ja, dus, ja, tak ja, erin zit. leer je dat wel. Hè? Maar ja. natuurlijk, de mensen die effectief de klanten juridisch advies geven, dat zijn natuurlijk allemaal professionals die met de nodige diploma's. Uh, ja. Uh, ja, dat klopt. Maar voor mijzelf, natuurlijk, is dat, is dat de sales- en marketingkant. Dat is, dat is uh, de ervaring in het netwerk. Hè? Veel people skills. People skills, dat klopt, ja. <laughs> Inderdaad. Dat, ja, dat, is, is niet, ja. dat is niet onbelangrijk. Ik heb nu ook wel een master in, in marketing, dus ik heb nog in Brussel gestudeerd. Toen uh, Vleco nog bestond, dus bestaat mm het -hmm. helemaal niet meer. Dat was echt toen, echt in de Noordwijk. Uh, maar daarnaast allemaal pure werkervaring, inderdaad. Uh, en netwerken natuurlijk, hè. dat is uh, in elke business belangrijk. Uh, maar uh, ook zeker in, in muziek. ja. Is, uh... In de muzieksector, naar mijn oordeel, is dat super belangrijk. Je zei het meester zelf, het is een zeer persoonlijke sector. Ik vond dat een goede. Ja, Ik ervaar het tenminste zo. Ja. Heel persoonlijke sector, in België is een zeer kleine sector. Dat betekent dat reputatie heel belangrijk is. Mm -hmm. en, maar ook ja, reputatie, maar ook bij introducties, ja, als het op de juiste manier wordt geïntroduceerd, dat is al een heel grote weg dat je hebt afgelegd. Terwijl in andere sectoren komt er toch nog wel meer bij kijken. Mm -hmm. ja. um, dus netwerk is zeker belangrijk, uh, reputatie, maar ook kennis. Uh, um, ja. En ook, maar dat is misschien de leeftijd. <laughs> dat, uh, ik heb, waar ik vroeger misschien nog moeite deed om met mensen zaken te doen of, of, of samen te werken waar je eigenlijk niet mee klikt. Op termijn doe je dat ook niet echt niet meer, steek je er ook geen energie meer in. Uh, uh, probeer je toch wel met mensen samen te werken waarmee je ook echt graag samenwerkt omdat je dan automatisch ook die driver kent en dat het dan ook veel beter gaat en ook professioneel ja, ja, ja. veel beter gaat. Hè. Uh, en, en dan, de muzieksector is persoonlijk, in mijn ogen hè, zeker, uh, maar er zit ook een heel groot business aspect aan. Mm -hmm. en, uh, en omdat ik juist zo'n hybride functie ben, ik zit niet echt in die sector, bekijk ik het ook een beetje van buitenaf. Veel mensen zien de muzieksector of er ervaren die al zijn de, de bling en whatever, dat er, hè, die zien de successen. Uh, van al de artiesten, de mensen die het maken, maar de hele sector zelf en dat mag ook eens gezegd worden dat is geen eenvoudige sector. Dat is uh, eat or be eaten in sommige gevallen. Hè. Er zijn veel artiesten die moeten in verschillende bands spelen om rond te komen of die moeten dat combineren met een job. Hè. En als je als artiest Absoluut. dat combineert met een job, ja, dan dofies betekent dat je bijna niet kan doorbreken, want dan moet je gaan kiezen tussen ga ik nu mijn job doen of ga ik nu nog meer optreden. Die balans, uh -huh. dat is heel moeilijk. Hè. Mensen zien vaak alleen maar de glamour. De, de, de top zoveel die er inderdaad echt kan van leven van, van, van de industrie. Ja, ja, ja. Uh, dus ja, de Benelux natuurlijk is een kleine markt hè. België en Nederland je ziet nu wel dat er veel meer bezoek is van de ene markt naar de andere qua artiesten. Hè. Dat vind ik een heel goede evolutie. Hè. Uh, dat maakt de markt toch iets groter, maar op zich ja, blijft het een kleine markt. Uh, en uh, ja. En je moet er heel wat investeringen in doen ja, ja. om niet direct return te hebben. En dat is het grootste nadeel van de business. Ja. Labels moeten investeren in iets dat misschien iets kan worden. Ja, ja dus, uh, er is geen glazen bol die. Het uh, ja. is geen exacte wetenschap, dus je kunt ook nooit weten van is het hit or miss Zeer uh, moeilijk, hè? Ja, ik sorry. las in de presentatie die je me gisteren gestuurd hebt ja. uh, een heel interessante quote, iets dat ik zelf ook wel erg fan van ben. Ja. Uh, namelijk, branding is een must. Ja. Um, Zeker dus ook naar artiesten toe, want dat wordt ik misschien soms een beetje vies bekeken, maar ja. branding is een must. Waarom is dat een must? Um, dat gaat eigenlijk samen met de muziekindustrie, die, die door de jaren heen nog onveranderd is. Nou ja, er zijn al veel mensen op die podcast die daarover getuigd hebben, mm -hmm. maar die industrie is zodanig veranderd. En ik bekijk dat dan vanuit de inkomstenkant, dus de businesskant. Ja. Wat ik ja, nu dingen ga zeggen, die iedereen al weet, maar ik bedoel, waarvan een uh, single en cd-verkoop en whatever... ben geëvolueerd naar een streamingwereld. Uh, wat voor artiesten betekent ja, dat hun inkomstenpalet is totaal veranderd. Er zitten nu verschillende blokken in live-optredens waar ze geld mee verdienen. De streaming die als je geluk hebt, dat je daar iets van krijgt. Hè, ja. Als je genoeg volume haalt. Maar wat is er dan bijgekomen? Ja, uh, merchandising. Merchandising begint een veel grotere rol te spelen contracten die ze afsluiten, licensing deals of sing deals met grote merken, dat zijn nu de dingen die vaak inkomsten verzorgen. Of de social kant, hè. de social media platformen die zorgen voor inkomsten via reclame. Mm -hmm. Dus heel het businessmodel is omgedraaid. Uh, en in die context is nu eenmaal een merk of een brand belangrijker. Uh, artiesten zijn meer en meer brands geworden, een merk geworden. Uh, of zo'n zeg zo doen opstellen. Ja. Dus het is eigenlijk een algemene professionalisering van de business. die zich continu doorzet. Dat zeg ik tegen de mensen. want ik geef dan zo een masterclass op PXL Music één keer per jaar. Zeg je ook Heel die business is zo geprofessionaliseerd. Hè. Dat geldt dan voor, voor de artiesten. maar voor iedereen die daar rond hangt ook. Mm -hmm. uh, en een deel van die professionalisering is. eenmaal dat ja, het, heel dat branding aspect. Dat neemt heel veel marketingactiviteit met zich mee, ja. uh, businessactiviteit, uh, samenwerkingsprojecten. Uh, en dan in het kader daarvan is eigenlijk een merk of merkrecht ja, past daar mooi in. Of speelt, speelt daar een belangrijke rol in. Ja. Uh, dus ik ben overtuigd dat dat nog continu gaat, gaat continu veranderen. Die business staat nooit stil. Nee, nee. Dat kun je, dat kun je al vrij, vrij zeggen. Uh, het, het, ja, het is zoals je zelf zegt, het, het overstijgt ook enkel de muziekindustrie. Het gaat niet meer enkel over de muziek maken. Het gaat over hoe ga je met de muziek of als artiest andere markten binnenkomen en daar je brand gaan gebruiken om een bepaald doelpunt te gaan bereiken of iets te gaan verkopen om het een term te geven. Ja, dat horen ze ook niet graag. Nee, maar ja. Hoe zou ik het anders moeten noemen? Wat gebruik je dan als eufemisme? Ik zeg ook altijd van er is niks fout mee. Ik bedoel... Ik ben geen artiest, dus ik moet me altijd inbeelden van. Als het is, mm -hmm. wil je toch graag je werk presenteren en delen met, met, met het publiek. Ja. Hè? Die, die emotie om, om je werk te kunnen delen en daarvoor feedback terug te krijgen. Ik denk dat dat een van de prachtigste dingen is die er is. Hè? Uh, en om dat te kunnen doen, ja, zeker in, in de Binnenlux of in België, moet je zorgen dat je ook business-wise een beetje slim bent. Om ja. dat platform te mm -hmm. creëren voor de band of voor de artiesten. Uh, en op die manier heb je dan eigenlijk, moet ik zeggen. Uh, ja, heb je eenmaal een sales en marketing aspect dat er tussen komt? Hè? Of dat je dat wil of niet? Hè? En dat is dan de rol van het label, als de rol van het management, van mm -hmm. whomever. Uh, maar wat ik ook veel zie, is dat veel van die jonge artiesten zijn ook heel professioneel zijn. Die zijn heel gedreven met hun vak bezig, die, zijn, die denken mee daarin. Uh, en... Ja, ik denk dat ik veel nieuwe generatie uh, artiesten ook heel veel zelf meer in handen gaan nemen. Klopt, omdat ze ook natuurlijk de tools hebben. Ja. Maar je moet het nog altijd doen. Uh, Zeker. Maar ik merk dat zelfs sommige mensen die op TikTok hun, hun ding vinden en, en, en zoiets vinden. Oké, okay, naast mijn muziek kan ik dit echt gaan gebruiken om, ja. om mezelf naar voren te duwen en misschien ook daar langs mijn, mijn muziek te gaan promoten. Absoluut. Maar uh, is ook wel wat de labels vragen van wat zeg je steeds? Dus het uh, <laughs> uh, hangt allemaal een beetje aan elkaar. Hè? Dat is absoluut waar. Uh, het komt van een tijd en ik. Steeds in je obvious is dat je als band vroeger, als je een demo wou maken, ja, dan moest je op zoek gaan naar een studio zoals dit. Hè? Mm -hmm. Nu, ja, ja, GarageBand, free software, je hebt nog wat plugins, die er, aan, allez, er zitten heel veel plugins in GarageBand, by the way. En je kan een degelijke demo maken, dus daar begint het al. Mm -hmm. Maar los daarvan, inderdaad, uh, voor labels is dat ook helemaal veranderd. Als, als label krijg je nu artiesten binnen die zeggen: ja ik heb hier al 200, 300.000 300 volgers. Nou, is het soms de omgekeerde wereld. zegt de artiest: wat kunnen jullie van mij betekenen? Hè? Ja. In plaats van omgekeerd. Hè? Dus ik zeg: heel dat businessmodel dat is zo geflipt. Um, upside down nu, ja, dat, dat genereert een heel andere manier van, 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 van samenwerken. Um, en wij, ik heb ook een paar artiesten die bij ons zitten, die inderdaad vanuit die sociale kant, van de social media kant, zijn gegroeid. Dan zie je ook dat dat evolueert. Hè? Um, en dat is een heel leuke verhaal om te zien. Ja, dat is totaal niet traditioneel. Hey, tussen haakjes, wat is dan traditioneel? Uh, ik vind dat heel boeiend om te zien dat dat verandert. Ja. Natuurlijk, voor is ik zit daar op de afstand. Hè. Als je daar zelf in zit, in de industrie opnieuw is het altijd niet, niet even makkelijk. Uh, mm -hmm. ja. Nu, dus, we hebben dat branding aspect uh, wat besproken, maar dus jullie, of jij bij, bij Kneef, jullie gaan meer echt gaan. Werken op de registratie van een merk. Mm -hmm. um, dat is het ook zo: creating trademark protection strategies. Om ja. het in uh, het mooie ja, mooi, mooi. Engels <laughs> uit te drukken. Um, ja. Kan je me een keer uitleggen wat dat betekent, zo'n zo strategie uitwerken om dan effectief trademarks te gaan gebruiken en dan specifiek naar artiesten toe? Want ja. uh, iedereen kan een farmaceutisch, farmaceutisch uh, merk misschien daar wel iets bij voorstellen. Maar ja. bij een, uh, dat nee, nee. is ontreikt uh, voor een artiest. Dus ja, een merk uiteindelijk is eigenlijk een, uh, het beschermen van een idee. Dus, uh, mm. Om dan even toch een klein stukje theorie mee te geven. Uh, dus intellectueel eigendom, ja, dat omvat onder andere dingen die veel mensen kennen, auteursrechten, en dat ken je heel goed. Hè? Mm -hmm. Maar je hebt ook octrooien of patenten. Maar je hebt ook merken, is het allemaal in diezelfde intellectueel eigendomswereld. Uh, en zo'n merk dat zorgt er eigenlijk voor. Oorspronkelijk was een merk ontwikkeld, of die, die juridische kant, om te zorgen dat je je onderscheidt van de rest. Ja. Uh, dat is de bedoeling. Dat niemand in jouw sfeer kan komen. Klopt. Ja. Ik heb product A, zij hebben product B, en ik onderscheid mij door mijn naam. <laughs> mijn naam is uh, heel specifiek voor mij, maar ook alles waar rond mijn naam hangt, en nu komt er weer zo'n term aan: brand equity, namelijk wat ik als bedrijf heb opgebouwd, de reputatie bij mijn klanten, dat zit allemaal in mijn naam. Ja. ja. Dus moet je die naam ook beschermen. Uh, en een merk zorgt er reeds really voor dat je die naam kan vastleggen in een register. Uh, en afhankelijk van waar je actief bent, kan dat in de binnenlandse, zijn, dat kan in Europa zijn, Amerika. En je moet ook dan bepalen van, oké, okay, mijn product is daar verkocht. En dat verdienen die de goederen en diensten. Dus dat is altijd heel specifiek toegespitst. Okay, ja, ja. En automatisch heb je dan tien jaar recht erop. En dan kan je oneindig vernieuwen. Oneindig blijft dat doorgaan. Um, dus als je dan de sprong neemt naar, uh, naar artiesten, dan kan je dezelfde parallel opstellen. Je kan zeggen van ja, als artiest of als band heb je ook brand equity. Als band bouw je ook een reputatie ja, op. Absoluut, ja. Een doelgroep. Uh, je hebt een bepaald imago dat je uitstraalt. Hey, het, helaas gebeurt het soms dat sommige bands ja, worden teruggefloten en blijkt dat die naam al beschikbaar was en dat ze een andere naam moeten nemen. dat wil je natuurlijk niet voor hebben als band. Dat is niet fijn. Hè? Ja, nee, zeker als je al als klaar heb staan, hebt staan hebt heb een album en uh, de, dingen gemaakt. En, uh, ja. Dat is ook een soort van artistieke verbindenis met, met jou als, als band of als artiest dan, dan moet je daar iets anders voor nemen, ja. dat is niet fijn. Hè. Dat gebeurt af en toe wel eens, hè, helaas. Um, dus als ik kan regelen, zeg ik, ik ga dat als artiest vastleggen. Mm -hmm. Maar meestal start dat direct eigenlijk bij de uh, artist management. Dat is eigenlijk de start van, uh, van het proces, meestal. Um, dus dat je met de Artist Manager een gesprek hebt eh, omdat ik de band, ofwel gehoord heb, of de naam al ken, ik zeg van hebben jullie daar al over nagedacht. En dan begint dat gesprek, gesprek meestal daar. Mm -hmm. Om de artiesten zelf natuurlijk zijn daar niet echt mee bezig. Hè. Als je daar mij over praat, dan zeggen ze oké, okay, dat is interessant en we begrijpen dat wel. Maar die hebben natuurlijk andere prioriteiten, volledig normaal. Hè. Mm -hmm. Maar als een artist manager, die heeft natuurlijk een heel ander taakpakket. Eh, en dit is een stukje van de businesskant, die begrijpen dat wel vrij snel. Hè. Uh, en dan is er meestal een gesprek met hun van, oké, okay, als band, waar wil je naartoe gaan? Net zoals ik dat gesprek heb bij grote uh, commerciële partners. Zoals ja. bijvoorbeeld uh, een farmaceutisch bedrijf, dat je zegt van, oké, okay, dat medicijn, voor wat dient dat juist? Ja, wanneer wordt dat gelanceerd? Waar ga je dat lanceren? Dat is met artiesten net hetzelfde. Oké, okay, met die band, well, wat is de bedoeling met die band? Mm -hmm. Ja, het zal toch vooral binnenlijk zijn dat we actief zijn. En dat wordt dan misschien bepaald door uh, ja, het feit dat ze in het Nederlands zingen. Hm? Uh, ja, 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 inderdaad, want ja, je kunt merken beschermen territoriaal voor de hele wereld. Klopt. Uh, ja, ja. En, ook afhankelijk van de cosplay waarschijnlijk. Van... Uh, absoluut. Ja. Dus bijvoorbeeld, neem nu een band die in Nederlands zal zingen, dan zou je kunnen zeggen: Oké, okay, uw maakt dus automatisch de binnenlux Dus dan gaan we dat merk in de binnenlux registreren. En dan is dat al beslist. Mm -hmm. uh, maar als je een DJ hebt, en we hebben heel wat DJs, hè, want dat zijn degenen die echt heel vaak een merk een naam vastleggen. Hmm. Die wereldwijd actief zijn, ja, dan, heb je, dan gaan die bijvoorbeeld in de US actief zijn, in Canada, Australië, Japan, Europa. Dan wordt dat een hele lijst van registraties. Dat die dan overal daar ook gaan optreden. Die hebben daar ook overal merchandise en dergelijke. Dus ja, ja. dat wordt echt, oh, echt een traject. Dat tract wordt bekeken op maat van: oké, okay, wat zijn jullie van plan? Niet alleen nu, maar binnen de komende drie, vier jaar. Hmm. Zodat we al zorgen dat dat ik, ja, klaar is om die toekomstplannen op te vangen. Um, en uh, ja, dus dan heb je besproken van oké, okay, wat is uw afzetmarkt? En dan is het gesprek van oké, okay, voor wat gaan we dat nu juist vastleggen? En voor artiesten is dat, uh, zijn er een paar standaard dingen. Hij zegt van oké, okay, uiteraard voor opnames, optredens en dergelijke. Um, maar wat er nu is bijgekomen, dat is terug een brug naar wat ik daar juist zei, is de merchandising. Zorg ja. uh, dat we dat vastleggen, ook voor merchandising. Even een korte boodschap van algemeen nut. Vind je deze podcast leuk of heeft het je al iets kunnen bijbrengen? Kan je show it some love? Volg of abonneer je op Spotify, YouTube of waar je ook luistert. En deel het gerust met een vriend, want hoe meer liefde deze podcast krijgt, hoe interessanter de gasten worden. Back to the podcast. Uh, ja, want stel nu, en dat gebeurt ook af en toe wel, hebben uh, we dan met één uh, artiest gehad dat plotseling online iemand uh, kleding aanbood met erop de naam van de artiest. Ja, dat kan natuurlijk niet. Nee. Uh, nee, ten eerste vraag je toestemming en is er een afspraak uh, met de artiest, met management, en dan ga je een licentie afnemen of zoiets. Dat uh. was niet het geval. Uh. Maar op die manier, op dat moment, is dat merk een heel handige toer om te zeggen van kijk jongens, uh, die artiest heeft dat merk vastgelegd op zijn naam, ook onder andere verkleding. Ja, we moeten hier ergens... En dus, stel dat je dat dus niet hebt, en iemand zo t-shirts print met jouw artiestennaam op, heb je eigenlijk geen pot om op te staan? Of... Uh, jawel, dus natuurlijk ook, uh, ik ben natuurlijk geen advocaat, en we zijn ook geen auteursrechtsspecialist, maar je hebt ook auteursrechtelijke zaken dat je kan hanteren erin. Ja, okay. Het grote na, het voordeel van merken is, dat ze allemaal, ja, ze zijn allemaal, heel saai nu het gevolg, zijn procedures. <laughs> maar ze zijn procedures die je kunt opstarten, vrij eenvoudig en vrij makkelijk. <laughs> Uh, ik, ik vergelijk dat altijd van, eh, als je iemand je auto uitleent, dat ga je ook niet doen als je niet eigenaar bent van die wagen. Dus je geeft je sleutel af hè, omdat je weet, ik ben de eigenaar van die wagen, dus je mocht ermee rijden, maar dat is mijn auto. Dat geldt wel voor licentierechten, is datzelfde. Mm -hmm. uh, maar bij Merck heb je heel veel procedures die vrij eenvoudig op te starten zijn om, om snel te kunnen reageren. Okay, ja. uh, en dat, dat is het grote voordeel. Um, wij hebben ook niet. Nee, afhankelijk van wat kantoor dat je mee samenwerkt, we hebben toch meestal niet een zeer agressieve stijl. Toen we dat moeten doen. Dat hangt allemaal af van de tegenpartij. En ja, wat bedoel je met een agressieve stijl? Ja, dat is dan take down procedures. Hè, dat je eigenlijk zegt van, kijk... Uh... Ah, voor de mensen die een inbreuk uh, ja, plegen? Klopt. of zo. Uh, okay, uh, we gij... proberen altijd... Dacht op de artiest zelf? Nee, nee, nee. hè? <laughs> <laughs> ja, oké. Okay. Nee, Uitzonderlijk agressief, hè. <laughs> uh, afhankelijk van de stijl. Nee, nee, nee. Dus de bedoeling is dan dat je eigenlijk ook... Want dat is ook... En dan heb je het terug over band equity. Wij, wij praten of wij spreken dan in naam van de artiest. Mm -hmm. Als wij heel agressief een brief gaan schrijven, ja, dat weer reflecteert ook op de artiest natuurlijk. Dus we proberen altijd heel rustig te zeggen: van, Kijk, ja, jongens, ja, weten, ja, ja. Ja, dat kan ja. niet. Hè? Ja, we begrijpen dat je iets wilt doen, maar dit, dit kan niet. Hè? Ja, en natuurlijk, op een bepaald moment, als dat iemand hardholig is, ja, dan moet je wel de tone of voice veranderen. Maar tegenwoordig met social media moet je ook heel voorzichtig zijn. Hè? Want wij kunnen ja. heel snel de schade van de een, van een artiest gaan, gaan benadelen. Cancel culture. Ja. culture ja. Klopt, ja. Um, dus dat is ook soms een heel gevoelige situatie. Mm -hmm. maar, um, maar ja, in principe, um, zo inbreuken. Ik zeg het, dat is, een, een merk uh, is uiteraard een beschermingsmiddel voor jouw brand. Mm -hmm. Maar ik zie het ook meer altijd als een positief verhaal. Uh, ik ging net vragen, want draad, je zou denken: van je doet het om problemen te voorkomen. Ja. Eh, dat is natuurlijk altijd een goede reden om iets te doen. Maar ehm, ik denk dat het ook heel motiverend kan zijn voor mensen of die luisteren of artiesten die zeggen van ah, dat lijkt me interessant, Wat, welke voordelen heb je daar dan ook aan? Of kan je daar eventueel dan op termijn gaan uithalen om je merk te gaan registreren? Dat is zeker... Het ja, positieve verhaal is volgens mij sterker dan, dan het beschermingsverhaal. Het beschermingsverhaal natuurlijk is, is ja. noodzakelijk iets. Het is dus eigenlijk de stok achter de deur die je als artiest hebt. Om die te gebruiken als het nodig is. Mm -hmm. Maar uiteraard wil je die situatie liever niet hebben. Dat is nooit niet fijn. Hè. Maar het positieve verhaal is eerder van, in het kader van heel die professionalisering, hè, als artiest, dat je weet van oké, okay, maar onze naam is vastgelegd. Dat betekent als je dan als artiest later samenwerkingsprojecten wil gaan doen, wat toch ook meer en meer het geval is. Hè. Als je als band zegt van oké, okay, ik wil met een bepaalde brand samenwerken, omdat er een hele goede klik is met die brand, qua waarde komen die mooi overheen. Hè. Yeah. Dan is het ook handig om te zeggen van... Ja, we hebben een merk uh, en ons naam is vastgelegd als merk. En dat betekent dat je in die onderhandeling dat kan gebruiken als een, als een element uh, mm -hmm. om, om, om ja, financieel daarmee beter uit te komen, zou ik maar zeggen. Of, of, of ook die afspraken veel strakker aan te trekken. Um, ik zeg het: die analogie met die wagen, je leent dan je wagen uit, maar als je er zelf niet eigendom van bent, ja. Uh, we zien het zo vaak bij DJ's die dan uh, samen met een uh, earphone manufacturer gaan samenwerken. Ja. En dan de naam print op, uh, op de buitenkant. Hè. Ja, dat is een, handig als je dan wel een merk hebt. Dus je naam is vastgelegd. Uh, hoeveel artiesten die, die maken nu geen niet speciaal nummers voor bepaalde uh, klanten? Die zeggen van ja, we willen een reclame uitbrengen uh, en we willen daar een bepaalde sound bij. Een bepaald nummer, dat schrijf je voor ons. Een soort van Sing Deal-achtige toestanden. Ja. De naam van de artiest komt toch weer daan ook tevoorschijn. Dus dat zijn allemaal dingen die daar een positief verhaal kunnen uh, uitmaken. Uit um, en ja, op, opnieuw, artiesten zijn meer en meer brands geworden. Hè? Dat is gewoon zo. Letterlijk, als je naar ADE gaat of yo, Sonic, heb je altijd wel ergens een ses sessie die gaat over festivals are brands of artists are brands. Dat zie je zo vaak. Ja, dus, ja jullie werken ook met venues en. en... en venues bijvoorbeeld ook. Absoluut. Andere partners in de ja. muziekindustrie. Nee, ja. Ja. ja, venues. Zeker, een venue heeft ook een reputatie. Hè. Ik ga naar een venue gaan specifiek en ik heb ongeveer bepaalde verwachtingen van die venue. Heb je daar ook een voorbeeld van? Misschien hier in België dan? Uh, de... Depot bijvoorbeeld. Depot, ja, Depot okay. in Leuven, een van mijn favoriete uh, uh, zalen trouwens ook. Depot zelf. Uh, ik vind dat een geweldige venue ook al het feit dat je vlakbij kan parkeren, oh. <laughs> dat is maar een grapje. Uh, maar, maar dat is eigenlijk een, to, een, een topvenue uh, en die een bepaalde uitstraling heeft. Hè. Die programmatie van Depot is ook wel vrij, vrij specifiek hè. Mm -hmm. uh, en die naam ligt nu ook vast uh, en, en terecht, want zo'n venue je zou kunnen zeggen wat doen die, ja, die, die verzien optreders? Die geven jou als luisteraar een ervaring. Mm -hmm maar veel van die venues die zijn ook met andere producten bezig. Die gaan misschien ook wat merchandise beginnen. Die gaan misschien ik zeg niet maar is het niet dat geval bij het Depot? Die gaan misschien hun eigen bier uitbrengen. I don't know, omdat dat wordt geschonken bij de venue. Ja, ja. Waarom ja. zouden venues niet zo ver gaan? Uh, ze, die moeten ook doorontwikkelen. Die hebben het ook hartstikke moeilijk gehad. Ja, je moet innoveren als je wil groeien, hè? Klopt. En, en dat is mooi wat je nu juist zegt. Als er innovatie betrokken is bij een of twaalf project is een merk zinvol. Sowieso. Mm -hmm. Want een idee vastleggen, dat kan onder andere door het, de benaming als merk vast te leggen. Los van het feit dat je dat als octrooi of patent vastlegt. Hè. Ja, ja. Uh, als knijp zit je voornamelijk in Nederland dan, ja. maar jij doet ook heel veel Belgische. Heb je een, um, een leuk voorbeeld van een, van een Belgische groep of, of artiest waarin dat je dat verhaal hebt kunnen bouwen? Um, well, of, of, de ja, de Ground uh, Zero klant voor mij was eigenlijk HooverFonic. Toen ik pas begonnen ja. ben okay. uh, bij Knijf, in, acht jaar geleden, omdat ik me toen herinnerde: van ik, die hebben toch ooit iets gehad met een naam? Inderdaad, die, heet, die heette vroeger ooit Hoover. Ik denk dat ik uh, dat zelf ooit verteld heeft op een belbop of zo. Ik weet niet, er zou ooit ergens te sprake gekomen op een of andere documentaire en ik wist dat nog. Dus ik heb toen in mijn beginjaren mijn status schoenen aangetrokken en de manager <laughs> van fonk gebeld. En ik zeg: Ik denk dat jullie een Europees merk nodig hebben. En uh, Anne, die, uh, die zei: Ah ja, dat klopt. En zo is het een beetje begonnen. Omdat natuurlijk, ik kwam er acht jaar geleden aan bij Knijven en daar waren wel wat artiesten, vooral DJ's, maar er ja. was geen enkel Belgische artiest. Uh, dus ik zei: Ja, dat kan natuurlijk niet. Ik ga weer veranderen. Ja. Moet je, je representen. Precies. Ja, ja. Uh, en dan uh, ben ik op een Crusade begonnen, uh, als enigste Belgische organisatie. En de dus, vond ik was eigenlijk zo'n een, een, een Ground Zero, maar um, dan zijn er bijvoorbeeld via Debonair toch heel wat leuke klanten binnengekomen. Ja. Uh, zoals Bazaar, Oscar de Wolf. Ja. Een heel mooi voorbeeld, uh, Charlotte de Witte, wat ze doet met context. Dat is natuurlijk het klassiek voorbeeld van waarom een merk belangrijk is. Zij overstijgt wat ze doet met muziek. Zij is bezig met kleding. Zij is eigenlijk een merk. Als je meer als ik weet het niet, telt al niet meer meer dan 2 miljoen volgers hebt op Instagram, dat betekent. Dat je toch wel wat brand equity hebt opgebouwd. Hè? Zeker, uh, ja, ja, ja. En ze vertaalt dat door overal aanwezig te zijn. Hè? Uh, klassiek de optredens te doen, maar ze heeft ook heel slimme branding. Ze pakken dat heel slim aan daar uh, qua merchandising. Hè? Bij ADE toen hadden we het er net er nog over. Dat ze daar ja, een stukje van, uh, van haar kledinglijn daar in de ADE een concept heeft gelanceerd. Ja dan is een merk wel heel belangrijk. Mm -hmm. uh, dus dat is echt een, een klassiek verhaal, in die zin van waar dat, dat mooi past allemaal. De veranderde industrie en het belang van het merk. Uh, bij bij Hoover ik dat je zegt van, oké, okay, jullie hebben een Europees merk nodig. Waarom Europees? Waarom was dat belangrijk? Of, um... of welke gevolgen had dat? Dus dan moet je even terug een stukje theorie doen. Dus als je een merk wilt registreren, dan moet je kiezen welk domein naar je gaat. Uh, en er zijn eigenlijk bepaalde mogelijkheden. Ofwel ga je dat land per land doen. Binnenlux bijvoorbeeld is automatisch de Binnenlux. Ik kan niet zeggen, ik heb enkele merk in België, dus automatisch de Binnenlux. Ah ja, okay. Maar er is ook een Europees merk, waardoor je eigenlijk alle lidstaten van Europa in één keer in bescherming kan nemen met één registratie. Superkrachtig middel, uh, waardoor dat je onmiddellijk in heel Europa merkenbescherming hebt. En omdat dat voor vond ik natuurlijk in Europa zeer gekend, was dat was toen mijn voorstel. Ja. Uh, maar opnieuw, afhankelijk van de artiest, zoals bijvoorbeeld een Charlotte, ja, die heeft de witte met context specifiek, ja, die heeft uh, wel bescherming in meerdere landen, natuurlijk buiten Europa ook, omdat mm hij -hmm. daar effectief actief is. Uh, ja. Maar ja, voor sommige artiesten is het de Benelux. Uh, bijvoorbeeld. Uh, dat is nu twee jaar geleden of, of tijdens... Is, is dat dan vooral, hoe vervangend is dat dan om, om te voorkomen dat... Omdat, omdat zij Europees wel heel actief zijn om te voorkomen dat ze in andere landen die naam zouden gebruiken Klopt. Ja. op ja. een of andere welke manier. Klopt, ja. ja. Um, dat kan door merchandising zijn, maar uh, we hebben ooit dossiers gehad... Uh, ik kan die naam nu niet zeggen, maar dat waren dan een heel bekende DJ waar plotseling die zijn naam of zijn logo gebruikt werd, eisen in een discotheek in Spanje. Okay. En dan komt de management daarmee af en zei: ja, dat vinden we helemaal niet fijn, ja, dat snap ik. En dan, dan gebruiken we het merkrecht om tegen in te gaan. Mm -hmm. uh, worden dus, dan ook zware schadevergoedingen daarvoor geëist, als, er, uh, als dat verder gaat? Uh, ja, dan worden, ja, dan wordt er gedreigd natuurlijk, met bepaalde financiële gevolgen, maar dat komt, dat komt gelukkig nooit niet zo ver. Uh, maar dat zou okay, kunnen, yeah. maar dan... Uh, dan kom je ook al meer in de advocatuur uit, hè, met losswoods en dergelijke. Dat wil je natuurlijk altijd vermijden. Hè. En een losswood betekent dat je een put graaft die alleen maar dieper wordt. Ja, 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 ja. Uh, en daar wil je niet <laughs> van wegblijven. Uh, we proberen altijd zoveel mogelijk ja, tussen de partijen te regelen. Uh, en soms ja, is het nu al maar één manier, en dat is een harde brief schrijven, te zeggen van kijk, dit stopt hier en nu. En dan wordt er meestal ook wel geluisterd. Hè. Uh, dan is het verhaal de kous af. Uh, Soms is dat ja, ook niet okay. echt moedwillig gedaan. Soms gebruiken mensen een logo, want het gaat natuurlijk niet alleen over de naam. Um, in heel dat brandverhaal verhaal zit tot de mate ook een visueel aspect. Um, en heel veel artiesten hebben dan ook een soort van visual stijl of look uh, and yeah. feel. En dat kun je ook vastleggen. Ja, het logo uh, van Tiesto, dat, is, dat is vastgelegd. Uh, en de hele visuele aspect is soms nog belangrijker dan de naam. Maar ik denk inderdaad, dus zoals je zegt, ik denk dat veel mensen zich niet bewust zijn van dat ze dat niet mogen doen. Dat veel ja. mensen zoiets zijn van: oh ja, ik ga dat gewoon op een t-shirt zetten. En, maar, ja. maar zich niet bewust zijn van: ja, maar dat is een merk, heeft inderdaad equity, heeft value. Waarde, de mensen die hebben daar geld en in tijd in gestoken om dat ja. op de moeite genomen te registreren. En dan heb je altijd onderscheid. Als bepaalde fans daarmee bezig zijn, dan moet je daar heel voorzichtig mee zijn. Want dat kan zijn dat dat juist uh, bijdraagt aan je merk. En hoe je dan reageert, moet je natuurlijk wel gepast reageren. Uh, maar op, op, op zich is het, is het wel vrij altijd een positief verhaal. Uh, het is een investering die je doet als artiest of als band uh, naar de toekomst toe. Uh, en natuurlijk, zeker bij beginnende bands. Ja, uh, die staan daar niet bij stil. En die hebben, zijn met nee, andere ja. dingen bezig. Huh? Dat is dat. en als je met een budget werkt, ga je ook niet, denk ik, als eerste zijn van ik ga <laughs> al mijn geld investeren in mijn merkregistratie. Nee. Uh, Zover zijn we is... nog niet, dus dat is ook niet mijn ambitie. Nee. Maar uh, wat logisch is, die zijn bezig met opnames maken, optredens, mm -hmm. gear, huh? muziek, whatever. En wat logisch is. Uh, maar daarom is het ook zo fijn dat ze bij, bij PXL Music mij de kans hebben gegeven. om aan die laatste jaren uh, artist management eigenlijk ja, zo'n praktijkles te geven. Wat ook heel fijn is om dan die mensen vanuit de praktijk toch een inzicht te geven. Hè, dat zij ook in de toekomst hun ja, ja. artiesten beter kunnen adviseren daarin. Uh, en die feedback is tot nu toe altijd positief. Of toch diegene die mij feedback geven. <laughs> uh, ik vind het ook heel fijn trouwens. Ik vind het echt heel fijn om zo ja. mensen dan uh, ja, toch een stukje uit de praktijk mee te geven. Hoe uh, vind ik het ook heel leuk dat je zo'n richting hebt. In België, uh, Artist Management. Het, ja, het is, uh, ja, het is zeker een instap in industrie waar je vroeger niet nee. had. Of toch niet via die weg. Uh, nee, niet zo gestructureerd. Nee, nee dat nee, klopt. Ja, inderdaad, niet zo gestructureerd. Ja, als, uh, ja, ja. Nee. Je, je sprak daar straks ook over Charlotte Witte, en ze heeft een ja. hele grote following. Uh, je ziet dat de dag van vandaag heel veel. Mm -hmm. Artiesten of, of zelf content creators, die um, heel wat following opbouwen uh, online. Um, hoe, hoe versterkt zoiets voor een artiest? Of, of hoe versterkt zijn, zijn trademark dan zoiets in een, in, een, in een independent jasje? Want je sprak meestal ook van uh, Blanks, die uh, Nederlandse artiest waarvoor je werkt, die zelf uh, met zijn independent label toch alles zelf kan dragen. Uh, ja, Blanks is zo'n verhaal. Hè, dat is een Nederlandse artiest. Hè. Mm -hmm. uh, uh, die jongen is. Uh, dus je start vanuit de vanuit de socials Hij heeft had een YouTube kanaal waarbij hij zo van die 80s covers maakt die etis ja, ja. etisfaying van bepaalde nummers hè. heel tof trouwens hè. en die had een gigantische following al opgebouwd, um, dan is die bij uh, ontdekt geweest door een managementbureau, hè, door muziek, uh, en die zijn en dan is hij ja, beginnen groeien als artiest, hè. Okay, en ja. als ik uh, muziek uh, muziek heeft dan eigenlijk ook alles ja Binnen hun eigen organisatie ontwikkeld om die artiest te ondersteunen. Ze zij ondersteunen hem bij zijn socials, ze zij hebben een label ontwikkeld en dergelijke. Uh, en, en hij doet ook productie en al. ...dus uh, Hij is ook gelinkt aan de Lans. Mo, bijvoorbeeld, hè, die, die zangeres, die uh, ja. zit ook bij ons trouwens, zit ook bij Muzik. Uh, ja, Mo staat volgens mij op het label van, van Blanks. Dus dat is, dat is ook weer een voorbeeld van die nieuwe industrie die zich daar ontwikkelt, hè? waarbij niet noodzakelijk grote labels uh, een rol spelen. En waarom ken... dat, dat trademark dan echt belangrijk wordt om te zeggen van, ja. we gaan ons echt gaan branden en eigenlijk gaan concurreren met de majors en, en zeggen van, kijk, wij zijn onze eigen entity. wij kunnen oh. heel dat ecosysteem zelf gaan dragen, of is het niet zo rechtlijnig? Zo rechtlijnig is het niet, denk ik, omdat, omdat ik denk dat labels die zien de belang er ook wel van in. Ja, en die weten, die kennen daar vaak wel. Die weten wel hoe dat in elkaar zit. Ja, omdat ze dat vanuit een businessperspectief bekijken. Ik denk, in het verleden sommige labels die zeiden van ja, een voorwaarde dat je weer ontsteken, is dat je een merk hebt. Dus die zagen daar wel het belang van in. Ja. Uh, Natuurlijk, wat je wel als artiest zegt, dat merk is van mij. Die naam is van mij. Dat betekent dat, dat eigen is van de eigendom van artiest dat maakt je wel sterker. In plaats van dat die naam op eigendom van het label staat, wat op zich nooit een goed idee is, natuurlijk als artiest. Hè? Um, dus ik denk dat er wel van de twee kanten uit samenwerking mogelijk zijn. Het een sluit het andere niet uit omdat je een merk hebt. Hè? In tegendeel, als label zou ik zeggen, oh, dat toont professionaliteit. Professionaliteit van die artiest. Die heeft daarover nagedacht, die heeft daar de moeite voor genomen. Misschien ben ik meer geneigd die te tekenen, want die staat er op een andere manier in. Ik zeg nu maar iets, hè. dat zou een perspectief kunnen zijn. Ja, je hebt al een beetje meer een businessbril aan, die Bijvoorbeeld, ja. soms spreekt tot een business zoals een label. Ja. Absoluut. Maar opnieuw, ik zit daar niet genoeg in detail in natuurlijk. Maar labels ja, die de hele wereld. en dan heb je ook een paar mensen. Die is helemaal veranderd ook. de manier dat ze tekenen. hoe ze tekenen. en wat er getekend wordt. Mm -hmm. um, maar het voorbeeld van Blanks. inderdaad is een soort van andere traject. is afgelegd. en waar dat merk een rol heeft gespeeld. En bij, ja, bij Blanks. Ja, uh, die is nu ook in Amerika gaan toeren. denk ik de tweede keer al. Dus op termijn. als dat daar voet aan de grond krijgt. dan gaat hij ook een Amerikaans merk moeten gaan re registreren. Dus dat is mm -hmm. een voorbeeld van die evolutie. Voor hem hebben we ook al eens moeten ingrijpen qua kleding. Een voorbeeld daarvan is bij hem ook al gebeurd. Hè. Dus waar het voordeel wel duidelijk werd. Ja, ja. ja. Uh, ja op, opnieuw. Elk verhaal van elk artiest is anders. Uh, uh, en dat is het mooie aan merken merkenverhaal. Wij, wij passen ons gewoon aan omdat het trekt van artiest verloopt. Uh, en, en ik probeer dan altijd, ik noem het al, de religie te prediken. Bij, bij de artiesten en bij de managers. Uh, en ik zeg ook altijd van... ...jongen, dat gaat niet over dat dat bij ons terechtkomt... ...maar dat je tenminste als Belgische artiest... ...dat je daar aan denkt. Ja. Ik ben op dat gebied toch ook wel nog een vierde Belg. Ik vind het altijd, ja, ik ben altijd... Ik heb altijd een zekere fierheid... ...als ik zie dat een Belgische artiest het goed doet. Dat is bijna de rode ja, duivels ja. die spelen... ...maar ik zie een artiest die doorbreekt, ...ik denk van... Ah, ...ik heb daar toch altijd wel een zekere fierheid over. Dan denk ik van... Ja, okay, ja, ...hopelijk ja. heeft hij ook gedacht aan zijn naam. En vaak is dat niet... ...en dan bel ik gewoon management op... ...en zeg ik van... Hey, uh, ja. Dan moet het allemaal nog niet voor ons gebeuren, maar dat ze het dan gewoon in alle gevallen aan denken. Uh, je checkt dan uh, in de database van. Is dat juist ja. geregistreerd? Nee, klopt. Ah, mailtje. Ja. Ja. Uh, is het zelf straks, je zit hetzelfde straks. Je zit vaak op uh, showcase festivals. Is dat dan ook de, de primary area waar dat je um, je klanten gaat vinden? Of is dat een uh, beetje de kraak? Uh? Goh, dat, is, dat is zeker een grote bron. Uh, je, hebt, je hebt natuurlijk in de Benelux heb je niet zo heel veel. Vroeger had je nog... Uh, mijn eer, ooit het eerste Showcase Festival was in Gent, in Glim, Glims, ja. maar glimps bestaat ondertussen helaas nee, niet nee, meer. Nee. Dat was eigenlijk een heel, heel tof concept. Uh, um, waar het een combinatie is van een Showcase Festival in combinatie met uh, conferenties waar dus mensen uit, uit de sector uh, naar verschillende topics konden luisteren en dergelijke. En je kunt netwerken. Dus dat is een heel goede bron. Um, ja, iedereen komt samen. Op... Iedereen komt samen. Is er ja. ook om te netwerken. Dus... Klopt. Ja, maar dan heb je natuurlijk in België, of in de Bindings, heb je dan Eurosonic. Dat in januari altijd doorgaat. noorderslag. Vrij groot. Vrij grote congreskant. En dan voor de Duitse kant heb je dan ADE. Wat ook super groot is. Dus daar ga je meestal wel terugvinden. Uh, maar ook bijvoorbeeld Bukkelpop of Werchter. Uh, ah ja, ja. Daar loopt de sector ook rond natuurlijk. Dus. Uh... Uh, in dat opzicht is dat verwerkt er bijvoorbeeld ja op den duur betrap ik mij eigen dat ik meer aan het praten ben dan ik aan het luisteren ben aan de benter die ik wou zien of zo. Maar dus daar heb je ook natuurlijk heel goede moment om mensen te spreken. Uh, ja. Um, ja. Hoe zie je de IP bescherming evolueren eigenlijk de, de komende vijf jaar? Uh, de IP of de merkenbescherming evolueert mee met hoe dat de producten zich ontwikkelen bijvoorbeeld de metaverse daarbij ook. Daar zitten wij ook worden wij ook mee geconfronteerd. Want stel nu concreet gevolg voor de artiesten bijvoorbeeld. Ja, merchandise kan in theorie ook bestaan in de metaverse. Is dat eigenlijk een soort van ja, fictief het is een digitale product? Klopt. Of, digitaal product geworden dat eigenlijk dan onder software wordt gefaald, want digitale kleding dat bestaat nog niet. Dus dat betekent <laughs> nee, dat je ja. bij een merk Waar je zegt, vroeger moest, traditioneel moet zeggen: van oké, okay, opnames, uh, merchandise en wat nog allemaal. Zou dus je eigenlijk moeten zeggen: oké, okay, ook de metaverse moet je eigenlijk ook mee filen als artiest. Want als je in de toekomst daar dingen gaat zetten ja, mm -hmm. en je wilt daar ook kunnen enforcen. Hè, dan moet je daar ook actief zijn. Dus merkenrecht moet automatisch mee ontwikkelen met, met uh, hoe dat de markt zich ontwikkelt. Um, ik denk binnen de muziek- of de, de entertainment-industrie. Had alleen maar aan belang toenemen. Daar ben ik van overtuigd. Uh, uh, omdat die zich meer en meer professionaliseert. En omdat ja, branding is nu eenmaal iets dat zich sowieso harder begint vast te zetten, aanval vastzet. Uh, dus daar ben ik van overtuigd. Uh, is, is blockchain technology dan ook zo'n topic in, in die sector van decentraliseren van data? Want ik weet niet wat hoe dat, dat nu. Ha, dat dat, heeft... Is dat gecentraliseerde informatie die ergens terechtkomt? Of is dat. Um, is dat minder een issue? Dat is, dat is vooral iets minder een issue in de zin van... Oh ja, het hele virtual goods-verhaal en blockchain-verhaal en dergelijke... Dat is vooral een, een beschermingsgrondverhaal. Mm -hmm. um, maar je hebt gelijk bijvoorbeeld van die, virtual, van die virtuele kunsten en dergelijke allemaal. Ja, hoe ga je dat helemaal snel beschermen? Auto's is dan nou een heel ander verhaal, maar dat is niet onze business. Ja, ja. Maar merkenrechtelijk is dat kwestie van, ja, van op de juiste manier in de juiste goederen en diensten vast te leggen. Uh, maar Dat zijn dingen waar wij ook inderdaad moeten zeer scherp voor blijven. Uh, meestal volgt de merkenrecht is niet altijd even scherp. Dus die, ja. Er is wel vertraging <laughs> op. Je kijkt soms een beetje van, ah, hoe gaat dat lopen, juist en dergelijke. Ja. Uh, bijvoorbeeld voor de, voor de metaverse, ja, er is nu. Dus ze noemen dan, er is niet heel veel case law beschikbaar. Case law betekent eigenlijk effectieve dossiers die gebeurd zijn, waardoor er wordt uitgeleerd en waardoor er bepaalde ja, ja. procedures komen. Meestal is van, er gaat iets fout of er komt iets aan bod en dan oké, okay, we gaan daar iets aan En dan rond, evolueert dat zich in die richting. Ja. Uh, maar dat gaat nu natuurlijk meer en meer komen. dan gaan online brand- en merken met elkaar in conflict geraken. Uh, virtuele biermerken ofzo die tegen elkaar gaan, uh, gaan vechten. <laughs> Ja, dus daar komt ja. automatisch case law voor. En, dus, uh, en dan gaat dat, gaat dat zijn eigen leven leiden. Uh, Merkrecht is sowieso een, een levend iets. Uh, mm -hmm. en, en zoals ik al zei, het gaat niet eigenlijk over de naam, maar je hebt in de, in de loop van de tijd uh, heb je geluidsmerken, je hebt geurmerken, je hebt vormmerken. Uh, die en die, die, die binnenkomt van Netflix, dat zijn allemaal merken. Uh, je hebt een, kleur, ja, ja. een bepaald kleurmerk, je kan een slogan vastleggen. Uh, bijvoorbeeld uh, The King of Pop, dat was een verhaal van uh, Michael Jackson. Of de erfgenaam van Michael Jackson, die uh, ja, die, die quiz van Studio Brussel hebben geshut down, om het dan zo maar te zeggen, op basis van merkenrecht. Uh, ik ben dan niet helemaal mee akkoord hoe dat, dat gebeurd is, vind ik. Want ik vind dat dat een beetje vrij agressief was. Hè. Maar dat is een persoonlijke mening, hè, omdat uiteindelijk. Je zou kunnen denken dat die show misschien juist bekend... Allez, rugbereid zou kunnen geven aan ja, hè, ja, en is een ja, onderbouwen ja. van. Wat gaat zoiets Brussel nu schade leveren? Maar goed, dat is, een, dat is een instelling. Dat zijn de erfgenamen die hebben beslist van daarop te reageren. Maar zo'n voorbeeld van een sloganesk ja. iets, de King of Pop. Hè. Uh, iets dat Michael Jackson zelf in een tijd heeft doorgeduwd aan de labels om te gebruiken. Hè. Ja. Uh, Opnieuw, dat evolueert heel hard en heel de TikTok-industrie en dergelijke allemaal ook. Um, de technologie evolueert eigenlijk te snel om bij te binnen met het rechtelijk verhaal. En dat is bij alle juridische verhalen zo hoor. Dat, ja. dat, ja, dat moet je een beetje improviseren of proactief denken. En dat is dan onze taak natuurlijk om onze klanten te adviseren. Zeggen we, kijk, dat komt eraan. Hè? Houd er rekening mee. Zo zou ik dat. De artiesten ook al kunnen zeggen van je ja, houd er rekening mee, willen jullie ooit virtual goods gaan registreren, wil je de naam daar ook vastleggen als dat ding ooit van de grond komt. Hè? Want dat... Of, of springen spring erop voordat het Bijvoorbeeld, juridische kader erom helemaal vast pro is. Proactief en... en... vaarle gewoon, proactief gewoon vastleggen en dan, ja. en dan zie je wel. Maar goed, elke investering voor een band of artiest is natuurlijk een belangrijke investering, dus we moeten dat een beetje afwegen we gaan ons zeker niet vervelen, ik zal het zo zijn. <laughs> Heb je nog zelf persoonlijke ambities uh, naast Knee? Uh. Uh, persoonlijke ambities. Dus ik reis heel veel voor de job. Mm -hmm. uh, uh, dat betekent dat ja, ik werk sowieso in Amsterdam, dus ik zit daar twee dagen per week. Uh, en één week per maand ben ik sowieso in het buitenland. Uh, dat betekent in april is dat Japan, daar zit ik twee keer per jaar. En dan in mei Singapore, als ik niet vergis, voor conferenties. Mijn ambitie is wel dat ik ooit eens een stad privé bezoek, en niet businesswise. Want iedereen zegt dan, ja, Jeroen, zit je daar weer al, in Tokio. Maar ik, zie, ik heb eigenlijk nooit de tijd om daar eh, om persoonlijk zelf eens rond te gaan. Want dan zeg je, ja, blijf dan twee dagen langer. Maar ja, ik heb ook een gezien En dan wil je thuis toch ook weer, wil je ook weer ja, ja, thuis komen. Ja. Dus misschien mijn ambitie is dus om ooit eens privé naar die bestemmingen te gaan, waar ik nu altijd naartoe ga, professioneel. Uh... Oh, mijn ambitie is ook zeker om in de muziekindustrie uh, het belang van die merken toch verder te promoten. Uh, ja. Uh, en ik ben ervan overtuigd dat dat voor veel artiesten een plus is en een win is. Uh, Momenteel is uh, Kneef uh, beperkt zich tot de Benelux, Of gaan ze ook <tosses> verder? Nee, we hebben eigenlijk uh, klanten wereldwijd. Uh, voor de muziekindustrie is het natuurlijk beperkt tot het netwerk dat we hebben. Mm -hmm. Maar we hebben ook een, een, een Artist Management Bureau vanuit de UK, bijvoorbeeld, uh, dat klant is. Dus dat is zeker niet geografisch beperkt. Uh, de niet-muziekklanten, zeker niet. Want uh, we hebben vooral eigenlijk business in Japan, in de US. Heel vaak in de US ook. Uh, en dan in Europa de grotere spelers. Maar de muziek inderdaad concentreert zich wel in de Binnenlux. Ja. Opnieuw, omdat dat, ja die persoonlijke relatie speelt daar wel een rol. En dus dan bouw je van het ook een beetje op. Mm -hmm. uh, om dat virtueel te doen, zoiets, vind ik heel moeilijk. Bij uh, Japan bijvoorbeeld ook in de tijden van corona. Ik kon twee jaar niet naar Japan gaan. En dan zie je ook effectief dat dat schadelijk is voor de business. Uh, ja, je kunt veel doen via Zoom-calls, maar ja. niet alles. Ja, dat, dat kan heel veel. Ik ben daar zeker En er is, ook heel veel, er is ook heel veel bewezen dat dat kan. Maar voor, zoals bij ons, wat toch een vrij persoonlijke relatie is. En is soms een confidentiële relatie. En bij Japanners ook nog. Is dat heel moeilijk om dan daar is, iets, ja, iets los cultuur, te krijgen. Ja. Ja. Dus dan moet je naar Ginder. Hè. Mm -hmm. Maar ik denk voor muziek geldt dat ook wel. Dat is een heel persoonlijk persoonlijke iets. Uh, um, en dat, ja, dat vergt dan wel dat je dat ter plaatse moet zijn. Maar ik heb bijvoorbeeld. Ja, dat is misschien wel een goede vraag van jou, dat ik misschien voor mijn eigen moet noteren. Je hebt internationale showcasefestivals waar ik nog niet naartoe ga. Misschien moet ik dat eens doen. Eigenlijk zo, South West of zo. Uh, ja. ja. Zo van die dingen eens doen. En ja, er zijn er inderdaad meer en meer. He, de dag van in Duitsland de dag. heb je ook een heel groot. He. Ja. Die heb ik nog niet gedaan. Dat zijn allemaal dingen die toch niet onbelangrijk zijn. Dus uh, als ik nog ruimte heb in de kalender, ga ik daar eens <laughs> proberen achter te gaan. Dus dat, <laughs> <laughs> ik heb altijd de laatste vraag voor um, ah, ja. de podcast. Als je een laatste symbolische euro zou hebben. Wat is volgens jou de next big thing in of rond de muziekindustrie waarin dat je zou investeren? Goh, dat is een hele moeilijke. Dat vind ik een hele moeilijke. Ha. Top of mind. Top of mind. <laughs> ik denk toch wel dat uh, het. het ik, ik twijfel eraan, dat is misschien niet helemaal het antwoord. Ik twijfel bijvoorbeeld aan of de traditionele radio gaat blijven bestaan. Ja. Ik vind dat enorm boeiend mm -hmm. als je kijkt naar bijvoorbeeld uh, Nuwili, die digitaal bestaat. Ja. Uh, hoe dat die er dan toch in geslaagd zijn om ja, heel veel Studio Brussel publiek naar hun te trekken. Mm -hmm. uh, en je zou denken: op zich is dat eigenlijk toch niet zo moeilijk. Want die hebben gezegd: van, we gaan niet, we gaan niet klassiek uitzenden, we gaan gewoon digitaal uitzenden. We pakken al de dingen die we weten die bij Studio Brussel vroeger waren, maar nu niet meer zijn, en daar maken we de zender van. Dus eigenlijk denk je van, hoe simpel is dat eigenlijk? Maar, maar toch moet je het maar doen. Hè? Mm -hmm. Dus ik denk dat in de muziekindustrie bepaalde dingen zijn die voor de hand liggen, maar toch niet worden gedaan. En ik zou het niet weten wat eigenlijk, want dan zou ik waarschijnlijk. Zoeken achter wat is traditioneel, en kan je, zou je eigenlijk op een ja, dezelfde manier, maar op een andere klopt. medium of zo, in, aanzetten. Ja. En ik denk dat heel veel jonge artiesten daar elke dag het bewijs van zijn dat zij op hun eigen aan innoveren zijn en soms niet beseffen dat ze aan het innoveren zijn. Dat is mm -hmm. eigenlijk een nieuwe manier van weer een nieuwe deining geven in de industrie. Ja. Uh, en dat, dat die innovatie volgt zijn eigen. En ik denk ook dat bijvoorbeeld zo muziekopleidingen daar ook wel een heel grote rol in spelen. Gelijk in Zuid, gelijk PXL, maar je hebt er ook in Nederland ook van die artiestopleidingen waar dat er wel al wordt gemotiveerd om te doen. En dat dat een heel grote rol speelt. Mm -hmm. ja, en de evolutie van social media sowieso. Alhoewel dat ik nu weer signalen hoor dat de uh, social media... Hoe uh, zeggen ze dat? Uh, Leeuwen. Uh, uh, ja. Mensen die op, op non-actief gaan staan. Ik vind dat eigenlijk helemaal niet slecht. Uh, een club in Brussel uh, die dan bijvoorbeeld schermen gaat weren. Uh, vind ik als je dan zegt een persoonlijk iets om mee af te sluiten. Ik irriteer me mateloos aan het gefilmen op een concert. <laughs> En ik ben waarschijnlijk uh, is dat de ja, leeftijd. Ja, ik, nee, ik snap dat volledig. Ik, ik ben ook de uh, laatste persoon die zijn gsm gaat uithalen. Want ik vind je experience is door de ogen, niet door je uh, lens van je gsm. Ik, en ook, ik vraag me altijd af, mensen die zoiets filmen, als je dat dan ziet op je scherm is, van ja, zie je wel lichte vlekken en een artiest die zo beweegt. Maar ja. wie herbekijkt dat dan nog een keer? Of is dat gewoon om te ton aan je hey, Kijk, dat? Daar? Ik denk dat laatste, denk ik. En opnieuw. Er ja. dus, <laughs> is daar niets fout mee, maar, maar als je dan nee, echt nee, persoonlijke nee. ervaring. Als je dan zo concerten terugziet op YouTube, hè, bijvoorbeeld van ECD's, heb je een paar concerten die zijn in Argentinië hebben gegeven, of in Brazilië. Mm -hmm. nou, dat is ja, gigantisch zodat dat het publiek daar ja, zich volledig op de artiest focust. Hè. Uh, dan mis dat mis ik wel een beetje. Ik mis dat eigenlijk wel Ik denk beetje. als artiest, denk ik dat je dat wel... Dat je die engagement dan een beetje af, af, afgesloten krijgt. Van, ja. Als iedereen daar plotseling met zijn gezin te filmen, oké, ja, okay, ja staat op camera, maar ja. als iedereen gewoon echt actief zou zitten kijken en luisteren naar jou, zodat dat misschien een andere soort... Ja, dynamiek geven tussen publiek en artiest. Uh... Zeker, en daar zit ook de dualiteit in, denk ik. Mm -hmm. heel, veel, heel veel wordt geïnnoveerd via social media. Ja. Natuurlijk, als je dan op concert gaat zeggen: op dat moment, nada. Dus ik vind dat er ook dat een zekere dualiteit dat daarin zit. Van, uh, als je het dan helemaal gaat afschaffen, gaat dat systeem. Maar wacht, ik, ik, dat is mijn businessmodel. Ja, ja, ja. Om afschaffen is moeilijk. Maar ja. uh, misschien gewoon enkel begin, einde, zo'n timeslot. Now weet you niet. can take out yourself. <laughs> Bijvoorbeeld. Ja, <laughs> ja. Ik vind dat daar wel ook, ik merk daar toch wel een kentering. Mm -hmm. Er zijn wel een paar signalen de laatste paar maanden. Ik denk dat dat misschien wel toch nog gaat evolueren. Uh, en ik vind dat geen slechte evolutie. En ik, daarmee is social media niet zeggen dat dat slecht is, in tegendeel, want vanuit business perspectief heeft dat heel veel jonge artiesten heel hard geholpen. Ja, ja, ja. Maar ik denk dat daar een andere balans in te vinden valt tussen het live concept, de live ervaring. Ja, ik vind persoonlijk altijd een goed concert, dat zijn een van de, de uh, ervaringen, emoties die je heel moeilijk kan kopiëren. Uh, en waar ik ook nog denk vroeger van, ja vaak nog aan terugdenkt, een goed concert, dat ga je niet vergeten, bepaalde momenten, dat ga je niet vergeten. Omdat het allemaal een klein schermpje te zien, denk ik niet ja. dat dat gaat helpen. Uh, maar ja, goed. Dus die, die, die top of mind uh, dingen is uh, iets meer geworden. Maar... <laughs> Echt, ja, Echt een super geweldig idee, heb ik er eigenlijk niet over. Ik denk uh, daar even andere mensen dan met bij zijn. Maar uh, ik denk wel zekerheid is dat die markt altijd in beweging gaat zijn. En de ja, mensen die het beste kunnen aanpassen, zijn degenen die daar succesvolst in gaan zijn. Uh, of die daar hun, hun, hun weg in gaan vinden. Uh, en dat betekent alle lagen van de industrie die moeten meebewegen. En dat is soms het probleem: niet alleen de artiesten, maar artist management, Absoluut. distributie, label, alles. De media die een platform geeft, de venues. En je moet er allemaal samen in bewegen. Uh, als één radertje maar enkel beweegt, je, dan krijg je sowieso niet, niet, niet de evolutie die je ja, wilt. Ja, ja. Maar je ziet dat wel, op, al het, op alle vlakken is er wel beweging, sowieso. Zeker. Uh, ja. Op deze noot, dankjewel. Graag gedaan. Uh, ik vond het heel leuk om mee over te praten. Likewise. Bedankt voor de uitnodiging. Ja, en veel succes sowieso met, uh, Dank je. met de toekomst. Ja, dankjewel. Bow!